Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media. Welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is vanavond Jesaja 54, de versen 1 tot en met 10. En het thema is Gods verbondstrouw. Mededelingen namens de kerkraad. Gisteravond heeft de overheid aangescherpte richtlijnen afgegeven met betrekking tot de coronamaatregelen voor de komende 2 weken. Deze richtlijnen zullen consequenties hebben voor de gemeentelijke activiteiten en het verenigingswerk. Via de zondagsbrief van deze week en de website zult u hierover verder worden geïnformeerd. De collecten vandaag zijn voor de kerk, de dankdagcollecte, en bij de uitgang voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage op de wijze overmaken zoals het de laatste maanden al het geval is. We gaan samen zingen Psalm 138, vers 1. De luisteraars thuis kunnen inderdaad meezingen en wij mogen in onze gedachten meedoen en luisteren naar de opnames. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met onze mond of met ons hart gaan zingen uit Psalm 105. Daarvan het vierde en het vijfde vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen, die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. De eer voor de Heere, die ook trouw is aan zijn verbond. Daarover zingen we ook met het vijfde vers van Psalm 105. Wij mogen Gods zorg en voorzienigheid belijden met zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. En in antwoord daarop zingen we uit Psalm 103, daarvan het 11e vers. Wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde? En dan belijden we dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft, en deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert,
om zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. En ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Laten we elkaar bidden om de opening van het woord voor ons hart. Heere, God van de legermachten, heilige hoogverheven koning, die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zich naar ons toe heeft overgebogen. Wij komen tot u voor uw troon op deze avond. En wij danken u, Heere, dat we samen mogen komen hier in de kerk en thuis of waar we ons ook maar bevinden, om de dankdag te houden. Heere, we mogen u de dank en de lof brengen, zoals we die zojuist ook al hebben bezongen. Want hoe goed en vol van genade bent u voor zondige mensen als wij. Onverdiend, Heere, waren uw gaven in het afgelopen seizoen. En wanneer we dan op deze avond u daarvoor de dank mogen brengen en dat mogen benoemen, Heere, dan bidden wij u om uw geest, opdat die geest van u ons leidt in al deze dingen. In het luisteren naar uw woord en de uitleg daarvan. En dat ook ons hart gericht mag worden op u. Hoe u zich vanavond ook aan ons wil openbaren. Heere, wij danken u dat u ons uw woord geeft. In deze tijd waarin er zoveel restricties zijn, ook in ons kerk zijn en samenkomen, u neemt uw woord niet van ons weg. En wij danken u, Heere, voor de middelen van de techniek, zodat we dat ook op afstand kunnen horen en meemaken. En wilt u dan uw woord ook voor ons open laten gaan, zodat het in ons hart komt? Heren, wij sluiten ons hart vaak voor u. Dan staat u aan de deur te kloppen, maar dan doen wij niet open.
Omdat we zo vol zijn van onszelf. Omdat we worden afgeleid door de dingen van deze tijd en de dingen van het moment. Of omdat we ook gewoonweg niet willen dat u bij ons zou binnenkomen. Omdat het zou betekenen, Heere, dat wij onszelf gewonnen moeten geven. Heere, daarom komen wij tot u. Om te bidden of u met uw geest wil werken. En het zo wil maken dat als we u vanavond horen kloppen op de deur van ons hart en leven, we mogen open doen. Breng ons daartoe, Heer. Neig ons hart om uw naam te vrezen. En om u ook de dank te brengen op de juiste wijze. Niet uit gewoonte, niet omdat het nu eenmaal per jaar dankdag is, maar dat we erbij betrokken mogen zijn. Juist ook nu. Heere, zegen daartoe ook de verkondiging van uw woord. Geef dat dat ons in de juiste houding mag brengen. En we danken u, Heere, dat we ook vanmiddag al samen mochten komen met veel kinderen uit de gemeente. Zegent u vanavond ons ook als gemeente in het geheel. Wij danken u ook, Heere, voor anderen die met ons meeleven op dit moment. Wees u ook hen daarbij. En laat alles mogen zijn tot eer van uw heilige naam. Hoor naar ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 54, de versen 1 tot en met 10. Jesaja 54, vers 1 tot en met 10. Lezen wij op deze dankdagavond. En na de schriftlezing antwoorden wij met Psalm 46, het eerste en het zesde vers. Psalm 46, vers 1 en 6 zingen wij in antwoord op de lezing uit Jesaja 54. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heer. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Want uw maker is uw man, Heere van de legermachten, is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u. De vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer.
Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 111, het vijfde en het zesde vers. Psalm 111, vers 5 en 6, waar we zingen over de trouw van de Heere voor zijn volk. We luisteren naar Jesaja 54, daarvan het tiende vers. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Het thema voor de preek is Gods verbondstrouw. Drietal gedachten daarbij. Allereerst de duurzaamheid van dat verbond. Ten tweede de rijkdom van dat verbond. En ten derde de garantie van dat verbond. Dus de duurzaamheid, de rijkdom en de garantie onder het thema Gods verbondstrouw. Gemeente, jongeren en ouderen, wie had dat kunnen denken? Afgelopen biddag 11 maart 2020. De dag dat we hier voor het laatst in de kerk waren, zonder enige beperking. We zongen met elkaar, we zaten naast elkaar en we hebben de biddag voor gewas en arbeid gehouden. Misschien weet u nog wel waar ik toen over gepreekt heb. Ik moet u zeggen dat ik daar nog wel aan terug heb moeten denken, de afgelopen tijd. Toen Nederland en eigenlijk de hele wereld kwam stil te staan, de ziekenhuizen volliepen, straten leeg waren omdat iedereen zoveel mogelijk binnen moest blijven. We anderhalve meter uit elkaar moesten blijven. Zoals dat ook nu nog steeds of weer opnieuw het geval is. Er was in die afgelopen maanden reden te over om je te herinneren waar het die laatste keer dat we bij elkaar waren over ging. Weet u het nog? Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Wees in geen ding bezorgd. Wat is er juist veel om ons zorgen over te maken? En misschien doet u dat wel tot op de dag van vandaag. Als de besmettingen opnieuw oplopen, zal ik het ook krijgen? Hoe zal het herstel zijn nu ik corona heb gehad? Of nog steeds op dit moment heb? Soms hoor je dat er restverschijnselen zijn en je maakt je zorgen. En redden we het nog met elkaar? In de zorg, in het onderwijs? Hoe gaat het met de opleiding van studenten, van jongeren? In een vervolgopleiding. Hoe zal het gaan met mijn bedrijf, met mijn zaak, met mijn baan? Hoe gaat het verder? En wanneer komt er een einde aan dit alles? Hoe kunnen we ook als kerk en gemeente weer zonder beperking samenkomen? Samen zijn. Gemeente, is het u gelukt in die afgelopen maanden om die tekst van biddag vast te houden? Wees in geen ding bezorgd. Was u heilig onbezorgd? Dat was het thema van die dienst. Heilige onbezorgdheid. Dat is wat Filippenzen 4 ons ook leert, immers. Niet dat we zorgeloos moeten zijn, maar raak moeten leven, maar net moeten doen alsof het allemaal niet aan de hand is. Nee, dat zeker niet. Maar wel dat te midden van de zorgen die er kunnen zijn, er iets is wat er bovenuit gaat. Er iemand is die er bovenuit gaat. De Heere God in de hemel, die maakt dat we er nooit alleen voor staan. En dat er een verlosser is, de Heer Jezus Christus, bij de troon van God, die toen hij op aarde was het ook zei en het zijn discipelen leerde, wees in geen ding bezorgd. Want de Vader in de hemel zorgt voor u.
Gemeente, hoe lang is die tekst? Of laat ik dat anders verwoorden. Hoe lang heeft de Heere God tot u, tot jou, nog gesproken met die Bijbeltekst? Of was dat met een paar dagen weg? Toen de scholen dichtgingen. En we allemaal thuis zaten. Het land in crisis. Heeft u toen nog uw hulp gezocht bij de Heer? Ons houvast gezocht bij die hemelse Vader? Hoe trouw bent u geweest? Juist in deze tijd. In het zoeken en dienen van de Heer. Gemeente, heeft de Heer ons niet beproefd in deze dingen? Moet je het zo niet duiden? En dat doet hij tot op de dag van vandaag. Heeft de Heere u niet beproefd? Worden we niet beproefd? Doordat hij zijn oordelen over de aarde laat gaan. Want zo kun je de uitbraak van het virus toch zien. Het is allemaal het gevolg van de zondeval. Het is omdat de dood en de machten van de duisternis het voor het zeggen hebben gekregen. In Gods goede schepping, dat valt onder zijn oordelen. En als zijn bewarende en zegenende hand zich dan even inhoudt, dan krijgen ze ruim baan. Maar is het ook niet daarom? Opdat zou blijken op wie u en ik nou echt vertrouwen. Bij wie we onze hulp zoeken. En gemeente, dan doen wij op deze dankdag opnieuw het woord van de Heere open. En dan komen we het volk Israël tegen in een situatie die eigenlijk hetzelfde van hen ook vraagt. Al is het met Israël nog heel wat dieper door het oordeel heen gegaan. De Israëlieten die hadden hen in ballingschap weggevoerd. Juda en Jeruzalem waren gevallen. Nebukadnezar was met zijn manschappen voor de poorten gekomen. En de Joden waren gedeporteerd naar het verre Babel. En daar zitten ze nu. En wat zal hun toekomst nog zijn? Hoe moet het verder? Alle reden tot zorg. Reden om de hoop op te geven. O, zeker, ook de Israëlieten voelden zich eerst, net zoals wij denk ik, heel comfortabel. Ooit. Jeruzalem met de sterke muur. De tempel in het hart van de stad. Als teken van Gods aanwezigheid. Het had de Israëlieten het gevoel gegeven van, ons kan toch uiteindelijk niks gebeuren. Goed, het kan soms spannend zijn. Er kunnen bedreigingen zijn op het wereldtoneel. De economie kan eens een tijd lang helemaal aan de grond zitten. Maar het zal ons toch uiteindelijk niet echt raken. Die tempel zal er toch blijven. En Israël is toch een land van, toch het land van Gods belofte. Dat zal hij toch zelf in stand houden. Maar ondertussen, gemeente, ondertussen werd niet alleen de Heere gediend, maar ook de afgoden. De dienst aan God was er eigenlijk alleen nog maar voor de vorm en de echte aandacht, de echte blijdschap vonden de Israëlieten bij de afgoden. Daar ging hun hart naar uit. Ze waren halfhartig geworden. Met de mond misschien nog wel de naam van de Heere belijden, maar hun hart was er al niet meer bij. En daar hielp geen profeet aan, want die profeten kwamen. En ze preekten en ze profeteerden. Maar ze werden niet gehoord. Hooguit aangehoord. Maar het deed hen niets. Het veranderde hen niet. Gemeente, vanwege die goddeloosheid van het volk kwam het oordeel van de ballingschap. God hield zijn hand in en Nebukadnezar kwam. En kreeg de ruimte om Jeruzalem in te nemen. De tempel te verwoesten. Het volk weg te voeren. En ze zit in ballingschap. Wie had dat nou kunnen denken? En natuurlijk, gemeente, wat Israël meemaakt, dat is van een andere orde dan wat wij meemaken. In ons land geen oorlog. Geen vreemde macht die over ons heerst. En toch, er zijn ook wel raakvlakken. Want ervaren we in deze tijd niet
hoe we voor vragen komen te staan die er voorheen nooit waren. Hoe kan ik mijn kinderen, mijn tieners betrekken bij de kerkdienst bijvoorbeeld, nu we op zondag niet meer naar de kerk kunnen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we om blijven zien naar elkaar, naar de eenzame ook in het bijzonder? Hoe kunnen we zo goed mogelijk in contact blijven met elkaar? Als ook deze week weer nieuwe maatregelen werden afgekondigd. U hoorde erover bij de mededeling. Hoe gaan we nog door? Hoe geven we het vorm? Ik weet ook voor de Israëlieten. Ook de Israëlieten staan voor die vraag. Voor hen was de tempel heel belangrijk. Was het centrum van de beleving van hun geloof. Daar vonden de offers plaats immers. Daar werd er samen gezongen. Onder leiding van de Korachieten, de tempelzangers. Daar beleefde je dat de Heere zo heel dichtbij was. Als je in de voorhoven van de tempel van het huis van God was, dan kon je je hart ophalen aan de dienst van de Heer. Daar kreeg je weer nieuwe moed van. Daar raakte je vol van. Dan werd je geloof versterkt. Maar ze moeten het allemaal missen. Het is allemaal weg. En net als bij ons zoeken, ook die Israëlieten naar andere vormen, andere manieren. Het is vermoedelijk in deze tijd geweest, gemeente, dat ook de synagoge is ontstaan. Plaatselijke plekken, bij gebrek aan de tempel, om naartoe te gaan. Waar de Israëlieten dan samenkwamen. En natuurlijk is zo'n synagoge geen tempel, dat kan niet. De tempel is heilig, dat is Gods gebouw. En daarom in plaats van de offerdienst in de tempel, de dienst van het gebed en het gehoorzamen aan de geboden en het bestuderen van die geboden in de synagoog. Mozes en de Torah. Ja, gemeente, aan de kant van mensen verandert dan zoveel voortdurend. Noodgedwongen. En natuurlijk met de hoop dat het weer in ere zal worden hersteld. Maar hoe lang zal het nog duren? Is het niet uitzichtloos? De gemeente, zo wordt er aan de grondvesten van het volk geschud. Het volk van God. En het lijkt eigenlijk over en uit. En vandaag wordt er aan de grondvesten van een heleboel dingen van ons geschud. Maatschappelijk en kerkelijk. Maar nou klinkt vanavond de stem van de Heer. Via zijn profeet. Jesaja. Ja, opnieuw. Laat de Heere zich persoonlijk vertegenwoordigen onder zijn volk. En de profeet wordt erop uitgestuurd. En het woord klinkt daar in Babel, midden in de crisis. En wat is er te horen? Wat zegt de Heere vanavond tegen u en mij? Vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. En dan ook onze tekst. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Gemeente, te midden van alles dat crisis is. Te midden van het oordeel, van het verval, worden de Israëlieten gewezen op die ene vaste grond. De grond van Gods verbond. Dat is nou iets wat echt duurzaam is. Duurzaamheid, daar gaat het veel over vandaag. Duurzaam bouwen, duurzaam leven. Dingen niet zomaar weggooien, maar hergebruiken. Niet leven als bezitters van de schepping, maar als beheerders van de schepping. Dat moeten we weer leren. Duurzaam is het verbond van de Heere God. Zijn goedheid, zijn trouwe liefde, zijn ontferming. Ja, gemeente, de Heere God zelf. Hij is trouw. Er is één vaste grond, één rots om op te bouwen, waarin het anker van ons leven veilig hecht.
En dat is de Heer. Dat hij een goedertieren God is. Een ontfermer. Zo wordt hij genoemd in vers 10. Dat is hij. En gemeente, midden in de crisis wil de Heer ons dat voorhouden. Eén ding dat nooit veranderen zal, te midden van alles dat veranderen kan, ook al had je het je nooit voorgesteld dat het kon. Maar hij verandert niet. Hij blijft trouw aan zijn volk Israël, omdat het zijn Israël is. Jesaja 54 spreekt hij het volk aan als was ze zijn vrouw, zijn bruid. Een vrouw die onvruchtbaar was geworden. Dat was in Israël een groot verdriet en een schande. Het werd gezien als een persoonlijk oordeel over zo'n vrouw. Zo is Israël geworden, nu ze in ballingschap zijn weggevoerd. Maar de Heere nodigt zijn volk uit. Zorg ervoor dat je straks in staat bent om je tent uit te breiden. Zorg ervoor dat je als het ware alvast nieuwe tentstokken gaat halen. En dat je je touwen vast verlengt. En dat je zorgt voor voldoende tentdoek. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen. Israël zal vruchtbaar worden. En vele kinderen krijgen. Zoveel dat de tent steeds weer een stukje verder moet worden uitgebreid. En daarom vers 4, wees niet bevreesd. Want u zult niet beschaamd worden. Vers 5, want uw maker, degene die je gemaakt, geschapen heeft, dat is uw man. Heere van de legermachten is zijn naam. Gemeente, wat een belofte. Al zouden bergen wijken en heuvels wankelen. Die grote bergen, als u in de bergen wel eens geweest bent, dan weet u dat dat een toonbeeld is van stabiliteit en van kracht. Zelfs al zouden de bergen wankelen. De Heere verlaat niet wat zijn hand begon. Gelooft u dat? Is dat waar u uw vertrouwen op stelt, gemeente? Op de trouw van God. Dat hij trouw is aan een ieder die hem toebehoort. En omdat de Heere trouw is, dan zijn er ook grote dingen te verwachten. De tent van Israël zal uitbreiden. Gemeente, ziet u daar naar uit? Naar wat de Heere God gaat doen, omdat hij trouw is. Als u een gedoopt voorhoofd hebt, dan heeft de Heere God het heel persoonlijk ook op uw eigen naam gezet, deze belofte. En gezegd, ik ben uw God, vrees niet, ik zal zorgen. Om Christus wil, kan en wil ik je hemelse vader zijn. Gemeente, is het misschien voor ons tijd, ik zeg het ook voor mezelf, is het misschien voor ons tijd om daar weer het rustpunt van ons hart te hebben in die belofte van de Heer. Zodat je dan ook heilig onbezorgd kunt zijn of blijven. Nu zoveel onzeker is en het ons zo onrustig kan maken. Weet toch dat Hij er is. En dan komt bij het tweede de rijkdom van het verbond. Want waarom is dat nou belangrijk, gemeente, om daarop gewezen te worden? Nou, dat is opdat u vrede zou kennen. In uw ziel, in uw leven, in uw huis. Vrede. Hoe staat het in vers 10? Het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. Verbond van vrede. Ik hoor daar een weerklank in, gemeente, van Psalm 103. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. De Heere God die zoekt niet het conflict. De Heere God polariseert niet.
Hij zoekt de vrede. Daar is het hem om te doen. Dat zijn vrede in uw hart zal wonen. En de gemeente als die zijn hand intrekt. En als het oordeel komt, dan is het slechts voor een tijd. We lazen het. Ik heb u voor een klein ogenblik verlaten. En in een stortvloed van grote toren heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Hij wil zich ontfermen. Hij zoekt de vrede. Hij wil niet dat we verloren gaan, dat zijn volk verloren gaat. Hij wil zijn goedertierenheid bewijzen. Hij wil zo graag dat Israël met heel het hart zal leven van zijn genade. Misschien heeft u zich wel afgevraagd, kan het vandaag eigenlijk wel dankdag zijn? Is er wel er wat om voor te danken? Het kan zijn dat alle zorgen en tegenslagen en verliezen voor u zo groot zijn dat het je ziel eigenlijk helemaal vult. Maar vertrouwt u hem. God de hemelse Vader. Ik heb vanmiddag het voorbeeld ook voor de kinderen gebruikt, maar ik herhaal het nog maar. Dat jongetje dat op een schip zat, dat in nood was gekomen. En alle andere opvarenden waren heel bang. Zal het schip vergaan? En ze vroegen aan dat jochie, waarom ben jij niet bang? Ben je niet bang? En toen liep die jongen naar de stuurhut, deed de deur open en toen de deur weer dicht en toen kwam die terug. En toen zei die, ik ben niet bang. Want ik heb net gezien, mijn vader is de stuurman. En hij zegt dat alles onder controle is. Weet je, dat is nou de rijkdom van het verbond. Dat mag je nou geloven. Dat vraagt ook om geloof. Dat hij waakt over zijn volk en zijn kerk. Waarom? Nou, omdat het hem om de vrede gaat. Hij waakt over Israël in de ballingschap, want het heil moet komen in deze wereld. De Heer Jezus moet geboren worden. De Messias, de Verlosser. En hij waakt over zijn kerkgemeente, want die kerk die heeft een taak in deze wereld. Tot aan de wederkomst, om van de Verlosser te getuigen. Omdat de tent moet worden uitgebreid. En om hem, de drie enige God, te eren en dat al meer zielen hem zullen toebehoren. Gods verbond is een verbond van vrede. Een koninkrijk van vrede. Vrede met God. Door de Heer Jezus Christus. Een vrede, gemeente, die ontspringt bij het kruis van Golgotha. Waar de Heiland zijn leven geeft. Zijn bloed vergoten wordt. Omdat hij met zijn goedheid als genade u zou kunnen omringen. Opdat hij zijn volk uit alle tijden en plaatsen bij elkaar zou halen. En ze zullen ingaan in de eeuwige vrede. De eeuwige rust. Vrede door Gods genade. Gemeente, die vrede die kan je boven alle sores uittillen van vandaag. Daarbij valt al het andere nou niet in het niet misschien. Mag er best zijn, hè. Die zorgen van ons. Maar het komt in een heel ander licht te staan. Misschien kent u wel dat lied. Als ik hem maar ken, Jezus. Hem de mijne weet. Als mijn hart zich hem gewennen. Nimmer zijn trouw vergeten. Dan vrees ik niet voor lijden. Voel ik slechts deemoed, liefde en verblijden. Dankbaarheid. Dan kan het nog zo penibel zijn. Maar dan weet je, er is één vaste grond. Het bloed van de Heer Jezus reinigt van al onze zonden. En dankzij hem kan en wil God onze Vader zijn. Die belofte, dat verbond,
Daar gaat het om, gemeente. Dat we zo uit genade van hem mogen zijn. Ja, is dat zo? Want nou nog even persoonlijk, dat brengt ons bij het derde, de garantie van Gods verbond. Mogen we dat nou vanavond zo naar ons toe halen? Kan dat? Zo zonder meer. Maar het volk Israël heeft reden genoeg om eraan te twijfelen. Of de Heer nog wel aan hen denken zal. Ga maar na. Als je vreemd bent gegaan, want dat is het beeld hier in Jesaja 54. Als je vreemd bent gegaan en je bent je echtgenoot ontrouw geworden, ja dan breekt het huwelijk vaak. Dan heb je ook geen enkel excuus meer. Dan hoef je ook niet te rekenen op de liefde van de ander. Israël, de bruid, hoeft niet meer te rekenen op de liefde van haar man, haar maker, de Heere van de legermachten. Gemeente, er is aan onze kant geen reden dat de Heere nog in goedheid en liefde naar ons zou omzien. Het is veel beter te begrijpen wanneer hij zou zeggen, jullie moeten het maar zelf uitzoeken daar in Veenendaal. Jullie verlaten mij telkens weer. Ik heb op biddag het laten lezen. Wees in geen ding bezorgd. Moet je nou eens kijken wat er van geworden is. Jullie verlaten mij. Jullie geloof is zo klein. Jullie ongeloof zo groot. Jullie zijn alleen maar in de ban van het hier en het nu. Van de headlines van het nieuws. Ik heb jullie beproefd. Maar jullie zijn gezakt. Voor de test. Ja, gemeente, wat komt er van ons geloven terecht? Bitter weinig. Maar terwijl wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Gemeente, dat is het wonder van zijn genade. Hij is als die echtgenoot. Die niet zegt, je hebt me bedrogen, maar op mijn hart getrapt. Ga weg uit mijn ogen. Ik wil je nooit meer zien. Hij ontfermt zich. Hij spreekt zijn woord. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen. Ik hou van u. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. Zegt de Heer, uw ontfermer. Gemeente, als de Heer het nou zelf zegt, als het nou zijn woord is, dan kunt u er niet omheen. Dat mag niet. Als hij het nu zelf ons voorhoudt, ik ben trouw, want zo is mijn naam, Heere, God van het verbond. Vertrouw mij toch. Het mag, het kan om Christus wil. Gemeente, dan blijft u toch niet op uzelf vertrouwen, hoop ik. Dat kan toch niet? Dan zoek je toch niet langer in jezelf. Hou daarbij op. Dan blijf je toch niet buiten staan. Als die zo liefdevol aan de deur van je hart staat en je hoeft alleen maar open te doen. Meer niet. Doet u open. Hij roept tot geloof. Ja, hij roept het geloof in je wakker. Niet maar voor de vorm, maar echt. Vertrouwen op deze God. Hij laat niet los wat hij begonnen is te doen. Nooit. Ook al zien wij niet hoe de toekomst zal zijn. Maar dit is zeker. Zijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer. Uw ontfermer. Nou gemeente, dan is er heel veel reden om te danken vandaag. Dankbaarheid is een bloem die groeit en bloeit op de akker van de genade. In een van zijn boeken vertelt de Indische christen Sundar Singh hoe ergens in India twee jongens aan het dobbelen waren om geld. En in dat dorp was dat verboden, die vorm van gokken.
Het gevolg was dat die beide jongens in de gevangenis komen. En die ene jongen heeft rijke ouders. En die kunnen de boete gemakkelijk betalen. Hij is al snel uit de gevangenis. De andere is een zoon van een arme weduwe. En ze had het geld niet. En daarom moet ze ervoor werken. En elke dag gaat ze naar de droge bedding van de rivier om stenen te sjouwen. En elke dag verdient ze een klein beetje geld om haar zoon vrij te kopen. En het is zwaar werk. Haar handen zijn ruw. Ze haalt ze dagelijks open aan de scherpe stenen. Telkens kloven met bloed. Uiteindelijk, na lang werken, heeft ze het bedrag bij elkaar. En ze betaalt het en haar zoon komt vrij. En na een tijdje ziet die jongen zijn vriend weer. En die zegt, zullen we weer een spelletje dobbelen? Maar de arme jongen antwoordt, hoe zou ik nou zo ondankbaar tegenover mijn moeder zijn? Ik kan het niet meer doen, want het heeft het bloed van mijn moeder gekost. Gemeente, achter alles wat wij ontvangen, achter Gods verbondstrouw, daar zitten de bloedende handen, de doorboorde handen van uw Heiland, de Heer Jezus. Het kostte hem zijn leven om u genadig te zijn. Laat dat onze dankbaarheid zijn vanavond. Juist ook nu. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar danken. Heren, wat is het een voorrecht om vanavond eerst uw woord te openen en uw trouw te zien schitteren voor ontrouwe mensen.
Heer, die ontrouwe mensen, dat zijn wij. En wij moeten tot onze schaamte en schande bekennen, Heer. Dat we zo'n half jaar geleden hier waren in ditzelfde kerkgebouw. Dat we hoorden over: wees in geen ding bezorgd. Heer, we hebben ons wel zorgen gemaakt. En we doen het nog. Het zit in ons, Heer. Die onafhankelijkheid die we hebben. Het niet afhankelijk willen en kunnen en durven zijn. Dat we menen zelf de weg te moeten zoeken. En u daarbij vergeten. Niet met u overleggen. Ons gebed vergeten. Ons dankgebed ook vergeten. Heren, zoals het ooit in Israël was. Daar herkennen we ons in. Aan onze kant ontrouw. En u beproeft ons, Heren, in deze tijd. Is het misschien juist ook daarom dat we u weer zouden zoeken met heel ons hart? Dat we al die vanzelfsprekendheden die we op dit moment moeten missen en die helemaal niet vanzelfsprekend blijken te zijn. Dat het gemis van die dingen ons bij u moet brengen. Voor uw troon. Met schuld belijden. Met een verbroken hart. Een verslagen geest. En Heer, we hoorden dat u ons dan niet afwijst. U bent een ontfermer. U wilt niets liever dan dat we zo weer de toevlucht zouden nemen tot u, de Heere van de legermachten. Tot u, de ontfermer. En Heere, we danken u dat die weg open is. Door het werk van uw Zoon, de Heere Jezus. Dat we die weg mogen gaan en ook vanavond mogen gaan. Heren, dan vult ons hart zich met dankbaarheid. Dankbaarheid vanuit uw genade. Die u aan ons tentoonspreidt. En Heren, dan past het ons ook om u dank te zeggen voor alles wat ons gebleven is in de achterliggende tijd. En dat is zoveel. Want Heren, we hadden te eten en te drinken. We hadden een huis om in te wonen. We danken u ervoor. Voor alles wat u ons daarin gegeven hebt. Voor de oogsten die op het land zijn gegroeid. We danken u, Heren, voor uw trouw die zichtbaar wordt. In de zorg over ons leven, voor onze eerste levensbehoeften. En wij willen u ook bidden, Heren, of u wil zijn bij hen in deze wereld die dat niet zo kennen. We danken u dat er ook voor hen mensen zijn die zich willen inzetten om hen te helpen. Heren, dat kan ver weg zijn. We denken aan het diaconale werk dat ook vanuit onze gemeente in het buitenland wordt verricht door gemeenteleden die zich daartoe geroepen wisten en weten. Maar we willen ook bidden, Heren, voor het werk van de voedselbank. Gewoon heel dichtbij hier in Veenendaal en in omstreken. Heren, wilt u dat werk ook zegenen? En geef dat ook in deze tijd er voldoende middelen zullen zijn om uit te delen. Heren, wij willen u danken voor onze overheid. Voor de wijsheid waarmee zij ons land besturen. Plaatselijk, burgemeester, wethouders en gemeenteraad. Provinciaal, landelijk en Europees. Heren, wilt u hen in deze tijd ook zegenen met wijsheid? We danken u, Heren, voor mensen die zich in de politiek inzetten. En dat ook doen vanuit christelijke levensvisie. Wilt u hen helpen om vrijmoedig uw woord uit te dragen en leiding te geven naar uw bedoeling? Heren, wij danken u voor
Alle die ook op andere plaatsen in onze maatschappij verantwoordelijkheden dragen en die kunnen nemen. Voor allerlei instanties die adviseren, die richting geven. Heer, wij danken u voor de natuur om ons heen, uw schepping. We danken u voor de momenten dat we daar ook van genieten mogen. Leer ons ook om het mooie, het bijzondere daarvan te zien. En leer ons ook om beheerders te zijn van uw schepping en geen bezitters. Want alles is van u immers. Wij danken u, Heere, voor vrijheid en vrede in ons land. Geef dat we die vrijheid ook op de juiste wijze zullen gebruiken. Dank u wel voor het werk dat we mogen doen. Als we werk hebben, betaald of onbetaald. Waar dat ook is hier, in welke sector dat ook is. Wees u ons daarin ook nabij. We danken u ook, Heere, voor de hulp die er kan zijn, voorzieningen en vangnetten. Wanneer we werkeloos raken of arbeidsongeschikt. Heere, geef ons ook oog voor de nood van anderen. Heere, wij danken u voor de ouderen in de gemeente. We danken u voor hun wijsheid. We danken u dat ze vaak ook bidden voor de gemeente, voor mensen om hen heen. Heere, wilt u dat ook, dat gebed zich ook laten vermenigvuldigen? Wij danken u voor het onderwijs. Voor het christelijk en het reformatorisch onderwijs. En Heere, laat dat een goede basis mogen geven. En een wegwijzer mogen zijn naar u, Heere Jezus. Heere, u heeft in het afgelopen seizoen ook de kinderzegen gegeven in de gemeente. We danken u daarvoor. En wilt u ouders ook zegenen in de opvoeding van hun kinderen. Heere, wij danken u dat u er ook wil zijn met uw troost in tijden van verdriet en moeite. U weet van welke aard dat is, Heere, hoe wij dat ervaren. Wilt u zich een vader betonen voor de wezen? Wilt u weduwen en weduwnaren vertroosten? En wilt u, Heere, ook bemoedigen en licht geven aan wie te maken heeft met ziekte, met psychisch lijden? En wij danken u, Heere, dat u dat ook doet en geeft. Dat er soms ook zo bijzonder uw tekenen daarin worden gezien en u ook wonderen doet. Heere, wij willen u danken voor het voortgang van uw werk in onze gemeente. We danken u, Heere, dat we ook in deze wereld mogen zien dat uw kerk groeit. En velen u, Heer Jezus, leren kennen in hun leven. We danken u voor het werk dat ook vanuit onze kerken mag worden gedaan. In zending, evangelisatie, diaconaat, onder Israël. Heer, wilt u het ook zegenen. We danken u voor het werk dat gebeuren mocht door de generale synode. Heer, wilt u dat werk ook blijvend zegenen. U kent ook de spanningen die er zijn, de verschillen die er zijn. Heere, wilt u toch verbinding geven, eenheid rondom schrift en belijdenis. Heere, wij bidden u voor de andere kerken hier in Veenendaal. Wij danken u dat we goede verhoudingen mogen hebben. We bidden voor onze zustergemeente, de Bethelkerk. We bidden voor de Vredeskerk. Dominee ten Hoven, Heere, we willen u bidden of u ook hier in Veenendaal uw koninkrijk wil doen uitbreiden. Wij danken u, Heere, voor het werk dat mocht gebeuren in de poster. Laat het getuigenis van uw naam in deze wereld uit mogen gaan. Dank u wel voor al het kinder- en jongerenwerk in onze gemeente. Dank u wel voor de velen die zich daarvoor inzetten. Op welke plek dat ook is, voor onze jongeren. Heere, laat het uw zegen
mogen meedragen. Heren, wij danken u voor jongeren die belijdenis mochten doen. Wij danken u voor huwelijken die kerkelijk mochten worden bevestigd. Heren, wat is het goed om in dat alles ook u te erkennen als de gever. Wij danken u voor het verenigingsleven. Ook al waren er allerlei beperkingen en zijn die er nog opnieuw. Heren, toch was er ook een goede start dit seizoen van het verenigingsleven. Hebben we elkaar weer kunnen ontmoeten, is uw woord weer open gegaan. En als het voor de komende 2 weken weer even stil moet liggen, heren, geef dat daarna het weer ons gegeven is om elkaar op die wijze ook te ontmoeten. Wij danken u voor het werk van Commissie van Beheer, voor het werk van kosters en hulp, van de koster en hulpkosters, voor degenen die zich hier in het kerkgebouw inzetten, voor het schoonmaken en het beheer. Heren, wij danken u voor alle die ook op andere plekken in de gemeente uw koninkrijk mogen dienen. In wijkwerk, bezoekwerk, in het maken van de zondagsbrief of het onderhouden van de website en op zoveel andere plekken. Heren, u geeft gaven aan onze gemeente en we danken u voor de bereidheid om die gaven ook in te zetten tot opbouw van uw gemeente. Heren, wij danken u voor bezoeken die konden worden gebracht vanuit de kerkenraad. We danken u ook, heren, dat het werk in de kerkenraad zijn voortgang mocht hebben. In een tijd waarin er allerlei zaken op de agenda stonden die we op voorhand niet hadden kunnen denken. Heren, wilt u wijsheid en moed geven en laat uw woord ons leiden. Heren, wij danken u voor uw zegen in al die zaken die we benoemd hebben. En er is nog veel meer te noemen. Heren, wij tellen onze zegeningen en we proberen het één voor één te doen. Maar er komt eigenlijk geen einde aan. En heren, dat ziet niet op onze waardigheid, maar op uw grootheid. Op de grootheid van uw genade. En daar wil u voor loven en prijzen, Heer. En we danken u ook voor deze dienst, waarin we dat mochten doen. En gaat u met ons mee, ook in het vervolg van deze week. En kerf de woorden van vanavond in ons hart. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, uw goede tierenheid zal ons toch niet verlaten. Heren, maak het waar. En Heer Jezus, kom dan spoedig. Verlos uw kerk, verlos uw schepping van de machten van de boze. Ja, doe ons zo uitzien naar uw komst. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden. De naam van Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag het offer van uw dank geven door het overmaken van de collectegaven op de wijze zoals dat inmiddels gebruikelijk is. En we willen tot slot met elkaar gaan zingen uit de bundel Weerklanklied 354, daarvan het eerste en het derde vers, lied 354, daarvan vers 1 en 3, we doen dat
hier in de kerk ook staande in die mogelijk. Rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Ga dan heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.